Goedendag en welkom bij aflevering 165 van het COVID-19-journaal. In deze editie nemen wij u mee naar de vaccinatie-kick-off bij de medische zending. Ook gaat Dr. Krishnadat in op de huidige situatie omtrent het Manaus-variant. Wij mogen als samenleving niet verslappen als wij een derde golf niet willen meemaken. Dus neemt u daarom nog steeds de Mohanna-regels in acht. De medische zending MZ, voluit medische zending Primary Healthcare Suriname, is een Surinaamse organisatie die primaire gezondheidszorg biedt aan afgelegen dorpen in het binnenland van Suriname. Het jaar 2020 was voor de medische zending in Suriname een jaar vol uitdagingen. De COVID-19-pandemie die ons land in zijn greep heeft, heeft vele momenten voor de organisatie meegebracht. Vandaag is het de beurt geweest aan de frontliners bij de medische zending. Wij maakten voor u het volgende verslag. Ik zou van hieruit MZ willen feliciteren met deze dag. Dat jullie vandaag starten met het vaccin. Met het toedienen van het vaccin en ook met het voortzetten van ons programma. Ons nationaal vaccinatieprogramma. En daarbij is dokter jou voornamelijk heel erg veel mee bezig geweest, samen met dokter Van Dijk. Dus dank voor de ondersteuning, want het ministerie alleen gaat het niet kunnen doen. En nog erger wanneer het gaat om het binnenland. Nog erger wanneer het gaat om een gebied dat vreselijk uitdagend is, logistiek-wijs. Ik zou zeggen dat het vaccineren veilig is. Er zijn bijwerkingen en veiligheid, dat is het belangrijkste. Er kunnen zich incidenten zich voordoen, maar zolang de incidenten zich niet... Er zijn epidemiologen speciaal bezig daarmee. We kennen de situatie van Denemarken bijvoorbeeld, maar dat mag ons niet zonder na te denken emotioneel tot handelen leiden. Schoon. We gebruiken alle cijfers. Het zou juist onvoorstelbaar zijn dat bepaalde zaken in de gevaccineerde populatie zich voordoen. En veel minder is dan de niet gevaccineerde populatie. Dan zou vaccinatie juist beschermend werken op bepaalde zaken. Maar we moeten alles blijven vervolgen en blijven onderzoeken. Dus qua veiligheid heb ik er eigenlijk haast geen twijfel over. En dan wil ik tot slot bedanken het team, het Nationaal Coördinatieteam die het ministerie flink ondersteunt in het uitrollen van het vaccinatieplan en het programma zodanig gestalte geeft dat we nu al meer dan 3000 personen gevaccineerd hebben in Suriname. Geweldig, geweldig. Ik wil ook hartelijk dank zeggen het heel MZ-team. MZ-team die me vandaag ondersteunt, die ons vandaag ondersteunt. En ik ben ervan overtuigd dat we een succesvol vaccinatieprogramma zullen hebben. En dat wij hopelijk een heel lage incidentie zullen blijven houden wat COVID-19 betreft. Ik vraag een applaus voor alle gezondheidswerkers die ons ondersteunen. Het heel vaccinatieteam die ons vaccinatieprogramma ondersteunen. Thank you.
Morgen, 13 maart, is het precies een jaar dat COVID-19 zijn intrede deed in Suriname. En ieders levenspatroon moest noodgedwongen worden aangepast. Zo ook in de bejaardentehuizen. In dat kader heeft de PAHO via het ministerie van Volksgezondheid PPE-spullen geschonken aan deze instellingen. De overhandiging vond hedenmorgen plaats op het complex van BGVS. Karel de Baas mocht namens het ministerie de spullen in ontvangst nemen. Bij deze overhandig ik u de spullen en ik weet zeker dat ze goed gebruikt zullen worden. Alsjeblieft. Ja, dank u wel namens het ministerie van Volksgezondheid. We zijn PAHO bijzonder erkentelijk voor de gesten die ze wederom doen naar de bejaardentehuizen toe. En deze bezending is speciaal bestemd voor de bejaardentehuizen. Mevrouw Van Kantrie heeft daarnet al aangegeven dat het eigenlijk om één partij ging, maar de dingen zijn in tranches gearriveerd. Wat hier gekocht kon worden, is hier aangekocht. Ja. En de rest van de spullen moesten overkomen. Ja. De spullen die we nu in ontvangst zullen nemen gaat om thermometers, bloeddrukmeters, digitale gunthermometers, mousgorten, dus een volledige PPE, handschoenen en nog veel meer. Ja. Deze keer hebben we geen liquid middelen. De vorige keer hadden we chloor, etc. De vraag is heel erg groot. En ik bedank ook gelijk namens de instellingen. Ze zijn PAHO heel erg dankbaar voor deze bijzondere bijdrage. Soms hebben ze dat geld in handen, maar ze kunnen de spullen nergens vinden. Iedereen koopt en slaat op. Maar zeker weten komen deze middelen op de juiste plek via BGVS. Waarvoor wij ook onze dank uitbrengen, ja. Dat BGVS weer bereid verklaard was om de middelen voor ons in bewaring te houden. En dat de distributie van deze middelen, dat ze ook volgens de juiste procedure, zoals de vorige keer in december, januari, worden overhandigd aan de instellingen. Intussen hebben de instellingen hun strookje reeds ontvangen waarop ze recht hebben. En wij hadden ze vanuit het ministerie gevraagd om BGVS niet te bellen zolang de overhandiging niet plaatsgevonden heeft. BGVS heeft zijn eigen interne procedure wanneer het gaat om middelen verstrekken. Het gaat via een bonsysteem, omdat het weer dingen zijn die verantwoordelijkheid vereisen. En er is een bepaald systeem waarop de dingen verstrekt moeten worden, zodat je precies weet wie wat waar gehad heeft. Nogmaals BGVS hartelijk bedankt voor het willen verbergen, opbergen van de producten of de beschermingsmiddelen. We kunnen niet zeggen dat er meer zal volgen, maar we hopen dat er meer volgt. En we hopen echt dat, die crisis waarin we nu zijn, dat het stabiel blijft. We gaan nooit nul hebben, denk ik. Ook al hebben we nul vandaag, we gaan altijd, want COVID is er nog, we zijn net begonnen met het vaccinatieprogramma. Het is alom bekend dat het Manaus-virus voor ernstige problemen zorgt in Brazilië. Ook Suriname moet alert zijn voor het Manaus-variant, aangezien het dicht bij de grens met ons land ligt. In deze aflevering gaat epidemioloog Krishna Dat in op dit variant en wat de gevolgen kunnen zijn voor Suriname. Het Manaus variant, zoals jullie, als het genoemd wordt, wat ook wel, eigenlijk is het van een, wetenschappelijk om het de P1 te noemen. Dus P van Pieter en 1 van 1, dus P1. De P1 heeft op het ogenblik de overhand genomen in Brazilië. Daarvoor had je ook een nieuwe variant in Brazilië, de P2. Die is in Suriname gekomen. Maar die is helemaal weggevaagd door die P1 nou in Brazilië. En als je naar het nieuws kijkt in Brazilië, dan loopt het echt de pan uit. Het is verschrikkelijk. De cijfers blijven stijgen. En men heeft dus wel onderzoek al kunnen doen in Braziliaanse tijdschriften van onze Braziliaanse collega's uit Brazilië. Die hebben aangetoond al dat de transmissie, dat wil zeggen de snelheid waarop dat virus zich verspreidt onder de mensen, is 2,1 tot 2,5 maal sneller. Dus je moet je indenken van, je hebt gezien, we zijn gegaan in mei van geen cases per dag naar. We waren op een gegeven moment op een ding als 100 zoveel cases per dag. Als het 2 maal zo snel wordt, dan kom je in diezelfde periode op
200 en eigenlijk is het exponentieel. En exponentieel wil zeggen dat je gaat van 2 naar 4, niet van 2 naar 4 naar 8, maar van 2 naar 4 naar 16, naar et cetera, et cetera. Dus dat is, het is sneller. Dus eigenlijk is dat variant een variant dat we echt niet willen hebben in Suriname. Wat eigenlijk toch wel overal waar het de kans krijgt om zich te verspreiden, verschrikking creëert. Het is vastgesteld in Frans-Guyana al, bij een paar gevallen. Die gevallen zijn volgens mij wel contained, dus ze zijn, dat wil zeggen ze zijn in een cluster wel kunnen houden. Ja, we hebben geen tekenen van verspreiding in Frans-Guyana, maar het is wel al vastgesteld. En als het al vastgesteld is, dan kan het ook straks ergens anders zijn en zich verspreiden. En we hebben tot nu toe, zien we altijd, als dingen in Frans-Guyana omhoog gaan en zich verspreiden, 2 weken daarna, dan zien we het in Suriname omhoog gaan en verspreiden. Dat hebben we gezien in mei 2020 en we hebben het gezien in december 2020, toen wij onze epidemie begonnen te krijgen. Dus zo dichtbij is het al, het is al vastgesteld bij de buren. Het is ook vastgesteld al in Sint Maarten. Het is vastgesteld in natuurlijk in Amerika, Nederland, ik weet niet van Nederland, in ieder geval die grote landen, daar, maar dat is in kleine aantallen. En ja, dus het kan, als wij mensen maar laten binnenkomen en zo, dan kan het ook naar binnen komen. Alles is tot nu toe naar binnen gekomen. Manaus, ik kan u heel goed zeggen waar Manaus is, omdat ik persoonlijk met de auto vanuit Paramaribo naar Manaus ben gereden. Manaus ligt aan de kant van Guyana. Het is 3 dagen rijden ongeveer, dus het is wel ver, maar dus het is aan de kant van Guyana naar het zuiden toe. En als vanuit Manaus zelf het variant hier zou komen, dan zou het waarschijnlijk via onze Britse kant komen. Maar het Manaus variant is al lang niet meer in Manaus, het is overal in Brazilië. In Belém heb je ook al gevallen vastgesteld en onze relaties zijn het meest met Belém, denk ik, via de lucht. En, en die mannen die hier binnenboren, die komen uit Amapá en uit Belém, ook via de zee soms. Je hebt allerlei soort illegale manieren. Ik las gisteren in de krant dat 4 Brazilianen, illegale Brazilianen, zijn gepakt. Dus die mensen boren op allerlei soort manieren, ze komen op allerlei soort manieren. ...19 senioren burgers van Chinese komaf werden vandaag in het AZP gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. Zij zijn de eerste groep Chinezen uit de Chinese verenigingen die zich laten vaccineren. Sandra Lee, die als vrijwilliger meehelpt met het Nationaal Immunisatieprogramma, geeft aan dat het er heel moeizaam aan toe ging vanwege de angst die onder de senioren burgers leefde. Vandaag brengt de eerste groep Chinezen vanuit de Chinese verenigingen om gevaccineerd te worden. Ik moet wel eerlijk zeggen, het ging heel stroef. Iedereen is zo bang, want met al het nieuws op internet, filmpjes, ongefundeerde sites. Dus ik heb heel veel gesproken en uiteindelijk heb ik een groep van 19 mensen om vandaag te vaccineren. Want ben erbij om ze een beetje power te geven en de rest zijn dan 60-plussers. Ik heb ook met artsen en specialisten gesproken om advies en zo. Dat zij zeggen, ook bij hun poli, hebben ze ook het probleem bij de mensen. Want onbekend maakt onbemind. En niet alleen, laat me zeggen, mensen die niet op een hoog niveau zijn geschoold, ook mensen op hoog niveau geschoold, hebben toch hun weerstand van één. En angstigheid van, ik kijk nog even de kat uit de boom. Ik denk dat doordat mensen zit met hun ogen, dat mensen gaan vaccineren, dat de anderen dan makkelijker over de brug gaan komen.
om een keuze te maken ligt aan u. Maar als u terug wil gaan naar het normaal, dat we iedereen gewoon een bras kunnen geven, zelf een handje kunnen geven in plaats van zo'n box, laten we allemaal vaccineren. Want als niet iedereen gevaccineerd is, dan bestaat het gevaar dat er mensenlevens eraan gaan aan COVID. Mensen, we willen teruggaan naar het normaal. We willen niet meer zo afzonderlijk zijn, want mensen zijn sociale wezens. Laten we gaan voor het vaccin. Registreer nu voor het COVID-vaccin. Dat doe je op de website van het BOG, www.bogsudan.com of op laatjevaccineren.sr. Als meer dan 80% van de bevolking zich laat vaccineren, kan er gekeken worden naar hoe de situatie aangepast kan worden. Wij wensen u een fijn en veilig weekend toe en we zien elkaar maandag weer. Tot dan!